Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat de regering het gevoel van vrees en onzekerheid bij de samenleving, maar ook calamiteiten die zich op 17 februari hebben voltrokken, heel serieus neemt. De bewindsvrouw sprak gisteren tijdens een persbijeenkomst van het regime. De minister merkt op dat de samenleving nog diep geschokt is en nu geprobeerd wordt de garantie op orde en rust te geven. We betreuren dit, maar we nemen het heel serieus. We gaan proberen met man, we zijn bezig met man en macht de veiligheid terug te brengen, de orde en rust te bewaren. En dat doen we met alle eenheden die er zijn. Een hele goede samenwerking tussen het ministerie van Defensie, het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. En daarbij zijn ook gekomen Dienst Nationale Veiligheid, de brandweer en de Dienst Penitentiaire Inrichtingen. Vanuit één centrale coördinatiepunt wordt gecoördineerd. Wat we hebben gedaan is, onze focus is inderdaad die veiligheid, die orde en rust landelijk. Niet alleen in het centrum Paramaribo, maar landelijk van Nikeri, Marowijne tot in het binnenland en hier. We proberen veel meer zichtbare surveillances te hebben, waar politie en militairen samen surveilleren, waar auto's surveilleren. Mathura zegt dat alle troepen van Defensie zijn opgeroepen om de hoogste vorm van alertheid te handhaven. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie keurt het helemaal af dat ondernemers slachtoffer zijn geworden van de situatie op 17 februari. Wat betreft de ontwikkelingen die zich voltrekken bij de pompstations, zegt de minister dat het niet nodig is dat de samenleving onzeker is. Er is genoeg brandstof, dus u hoeft vanaf morgen niet meer in lange rijen te staan. Wij gaan over tot normalisatie. Wat wij wel willen vragen, is hier duidelijk aanstellen, is dat er geen brandstof, benzine, wordt verkocht in vaten en jerrycans. Dat dit verboden is. U heeft gezien dat daar misbruik van is gemaakt. Het is ook niet veilig dat we dat verkopen in jerrycans en vaten. En u weet dat het in de vergunning verboden is in de vergunningsvoorwaarden. Kuldeep Singh zegt verder dat het ministerie winkeliers vanaf vandaag 24 uur per dag in staat stelt te bellen voor klachten. Ook wordt geadviseerd dat er geen samenscholingsverbod voor winkelzaken wordt toegelaten. Dit is om de eigen veiligheid van de ondernemer en personeel te garanderen.